Met een groep bestaande uit 16 selectiespelers en 9 stafleden vertrok Vitesse zondagmiddag vanaf Schiphol voor een 3 uur durende vlucht naar Casablanca. In Marokko verblijft de groep 4 dagen en speelde dinsdag 28 februari een oefenwedstrijd tegen het Olympisch elftal van Marokko. De selectie kwam 's avonds rond 10 uur lokale tijd aan op het vliegveld. Nadat alle bagage van de band was gehaald, kon per bus het tweede deel van de reis beginnen. De bus deed er toch nog een dikke 2 uur over voordat het hotel in Marrakesh werd bereikt. In het hotel werd Vitesse warm welkom geheten met Marokkaanse thee en koekjes. Het vond gretig aftrek bij de spelers, die vervolgens op hun kamer ook nog wat konden eten. Rond 2:30 zocht iedereen zijn kamer op om te gaan slapen en was de rust weer gekeerd in het Panerai Golf Palace Hotel. Ik kan een heel reisverslag houden, maar eigenlijk hebben we een hele goede reis gehad. Vlucht van 3 uur die zonder problemen ging. Daarna wisten we dat we nog ruim 2 uur met de bus hier naar Marrakesh moesten. Het was laat, maar dat komt ook omdat we natuurlijk laat vertrokken gisteravond vanaf Schiphol. Aan de andere kant, als je dan vanochtend wakker wordt hier en je ziet het prachtige hotel en vooral ook het mooie weer, dan heb je niks meer gemerkt van zo'n wat langere reis. Rond het middaguur stond maandag de eerste training op het programma. De pittige training begon met inmiddels bij iedereen bekende warming-up van Albert Kapeljas. Een oefening verliezen betekent dan ook opdrukken. Veel drinken was vandaag belangrijk. De temperatuur was de gehele training ruim boven de 20 graden. Vervolgens werd er fel getraind onder leiding van John van der Brom. Het veld is prima. Je hebt gezien, we hebben bij het stadion getraind op het bijveld. We zijn ook even in het veld of in het stadion op het veld geweest. Ja, dat ligt er geweldig bij. Je speelt morgen een leuke wedstrijd. We zijn hier met veel jonge jongens die vergelijkbare leeftijden hebben van het elftal waar we morgen tegen spelen. Dus ja, het is weer een interessante wedstrijd. En met name ook door alle resultaten die we gehaald hebben. Of eigenlijk niet gehaald hebben, moet ik zeggen. Weet je ook dat daardoor de dingen weer open komen te liggen. En spelers voelen dat ook aan, die weten dat. Dus...